Welkom bij Mr. Ed. Vandaag gaan we een special doen over beenbescherming. En we hebben een oproep gedaan op video ook, of jullie nog vragen hadden. En natuurlijk of jullie langs zullen komen. Straks krijgen we nog wel meisjes in beeld die hier langs kwamen. Ja, maar eerst gaan we eventjes kijken over beenbescherming. Juist. Het enige wat ik weet is dat Verona de hoefijzers wel eens aftrapt op een buitenrit doordat ze overenthousiast dan begint te rennen. En dan doe ik springschoenen om. En dat is eigenlijk, nou, en Kim gebruikt ze dan bij het springen, maar voor de rest heb ik er weinig verstand van. Dus nee, dat klopt. Vertel. Nou, inderdaad, met springen wordt best wel vaak beenbeschermers gebruikt, dat klopt. En ik ga wat uitleggen over de beenbeschermers. Nou, op de tafel hier heb ik allerlei beschermers neergelegd en ik ga proberen om het een en ander uit te leggen over wat hier allemaal ligt. Het meest bekend is denk ik wel de peesbeschermer. Een peesbeschermer, de naam zegt het al, dat beschermt dus de pees. De pees zit aan de achterkant en deze beschermer die beschermt dus het voorbeen. En de beschermers die worden altijd vastgemaakt aan de zijkant met van die of clipjes of klitband. En of zelfs inderdaad met een soort sluiting bij skiën, die bij skiën gebruikt wordt. En wat je tegenwoordig vaak ziet, is dat die peesbeschermers ook leuk gemaakt worden door bijvoorbeeld glittertjes erop. Ja. En leuke kleurtjes. En wat tegenwoordig ook vaak ziet, is dat de peesbeschermers dus met van die luchtgaatjes allemaal gemaakt zijn. De luchtgaatjes in de peesbeschermers die hebben natuurlijk ook een functie. De functie is dat de pezen en dus het been niet te warm wordt. Je wilde zeggen dat het eigenlijk gewoon zorgt voor een lichtcirculatie en dat het been niet te warm wordt. Juist, dat zou ik zeggen. Nou, ik zal nog een paar voorbeelden geven van peesbeschermers, want dit is dus een bruine. Maar we hebben natuurlijk ook... Roze! Nou ja, ik heb hier nog een paar. Fuchsia. Kijk, oeh! Ja, oh, dat maakt niet. En waar is deze voor? Dat is om op te hangen. Hier in de winkel. En dan hebben we witte. Ja, witte. Die, ja, oeh. Ik wacht vaak gebruikt. Maar we hebben. En niet te vergeten, ja. Met glittertjes. Ja, glitters. Zwart met glitters, bruin met glitters. Ik ga nog een paar speciale peesbeschermers laten zien, waar dus, wat nog iets anders is dan die ik zojuist heb laten zien. Zoals bijvoorbeeld die achter hier staat, die ga ik nu even pakken. Nou, dat is eigenlijk wel een heel vreemd ding. Ja, het ziet er heel raar uit, een soort rubbertje. Het is ook rubber, zeg maar. En er zitten eigenlijk alleen maar gaatjes in. Nou, deze die worden vaak gebruikt als de paarden of de ponies weer naar het land gaan. Oh, dat is wel handig. Ja, want dit beschermt toch het been. Nou, het wordt niet warm. Wordt helemaal niet warm. Nee, dus ook in de zomer, als je je paard naar buiten wil gooien. Ja, gooi even een paard naar buiten. Als je paard buiten wil zetten in de wei, dan kun je deze gebruiken. En dan beschermt het toch steeds nog het been, zeg maar. De pees. Ja. Wat ook wel aardig is, zijn de peesbeschermers met carbon. Dat klinkt wel heel spannend. Nou, carbon, waar gebruik je dat voor ook alweer? Carbon, dat wordt gebruikt in auto's, in helmen, en ga zo maar door, maar ook in peesbeschermers. Je kan het hier ook zien, hier staat carbon. Nou, die carbon, dat zit dus aan de achterkant en dat beschermt de pees extreem goed. Het is echt, het is echt hard. Knetterhard. Ja. Deze wordt dus ook heel veel gebruikt bij de topruiters in de springsport. Dus... En misschien ook wel bij endurance? Dat gaan we zo laten zien. Oh, sorry. Ja, dat is weer een andere verhaal. Ja, dus deze is springen. De springen die. Je hebt natuurlijk ook naast de peesbeschermers strijklappen. Nou, dit zijn twee voorbeelden waarvan de één een originele strijklap is. Die zal ik even eerst laten zien. Je ziet hieraan een stukje plastic of kunststof wat het strijken... Weet je wat strijken betekent? Nee. Nee. Strijken is aan de achterkant of aan de achterhand van het paard, de achterbenen, dat hij dus met de benen tegen elkaar komt. Ja. Nou, alsof je x-benen hebt en je benen. Nou, en als je dat een beetje tegen wil gaan, nou ja, dat hou je slecht tegen, moet ik zeggen. Maar om de verwonding van je paard tegen te gaan, of je pony, kun je die strijklappen gebruiken. Nou, dit doe je dus aan de binnenkant van het been en dit is aan de buitenkant. Nou, dit is een originele strijklap, dat zie je ook met klittenband. Dus dit maakt gewoon dat dat zeg maar wat harder is aan de zijkanten, zodat dat niet kapot gaat. Ja, dat snap ik. Nou, we hebben ook nog een andere soort achterbeschermer. Dat is wel, wordt wel genoemd een strijklap, maar officieel zit natuurlijk ook een kogelbeschermer. Dat aan twee kanten zit. Ja, zoals je ziet, deze is dus helemaal aan twee kanten beschermd voor het achterbeen.
Dus dan als je met de zijkant ergens tegenaan zou komen, juist. Dan zie je dus hier zit dus de kogel van het paard en daardoor beschermt hij dus helemaal rondom. Daar heb ik ook nog een voorbeeld van op het been. Dit is weer zo'n kogelbeschermer. Dit is weer van dat high-tech merk Zandona. En daar zie je dus ook aan de achterkant weer dat carbon zitten, dus extra stevigheid. En hier zie je dus dat hij dus helemaal met luchtgaatjes. En hier met luchtgaatjes vast zit. Oké, okay, helemaal mooi. Goed. Maar je hebt ze ook nog dat ze over de hele achterbeen heen zitten. Klopt, inderdaad. Hoe zien die eruit? Nou, daar heb ik ook een paar voorbeelden van. Het meest gebruikte op dit moment is de trainer, de flex trainer. Die ga ik nu pakken. Dat is een behoorlijk ding. Lijkt een beetje op een bandage. Nou, precies. Dat zeg je goed. En deze is dan met dat lekkere dikke bond. Dus niet echt, maar dat is gewoon lekker wollig. Lekker wollig. Nou, je ziet dus ook dat deze dus vast zitten met klittenbandjes. Nou, ik denk dat dat een leuke tip is als je ziet hoe je dat het makkelijkste kan bevestigen. Wat je het mooiste kan doen, voordat je ze dus omdoet, draai je dus eventjes die klittenbandjes door naar de achterkant. En dan zet je ze vast. En dan zet je ze vast. Dan zit je niet met je klittenband in de war. Precies. Dan heb je hem zo. Doe gewoon. Ik ben wel even paard. Jij bent paard. Oké, okay, top. Zo. Draai het paard even, want dat zie je niet. Zo, doen we aan de bovenkant. Kijk, nu heb je geen last van die andere glitterbandjes. Hoppakee. En de laatste. En hij zit er vast. En dan zit hij vast. Helemaal mooi. Tip. En deze worden vooral in de dressuur gebruikt, denk ik? Ja, voor de training inderdaad. De naam zegt al training, flex trainer. En die wordt veel in de dressuur gebruikt. Die heb ik ook in verschillende uitvoeringen. Dus dit is en ze ook in het roze? Die zijn er ook in het roze, maar dat is niet altijd. Okay. Dat zijn vaak die specials van Harry's Horse. Ah. Nou, gaan we weer door. Hier nog een soort beenbeschermer die het algehele been beschermt. Deze heb je dus zowel aan de voorkant als aan de achterkant. Nou, je hebt dus dit met aparte snuitjes en die clipjes. Dus die kun je ook dus los schieten. Zo. En weer vast. Even aan trekken. Zal ik paard zijn? Dan wordt het makkelijker om te trekken. Trekken en weer vast. Vast, ja. Zo. En dit zijn? Ja, beenbeschermers, zoals je gewoon noemt. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde principe als... Het gebruik voor het springen of dressuur? Nee, dressuur. Het is eigenlijk in de dressuur, in de training of bij het springen is dit geen optie. Geen optie. Oké. Okay. Dat beschermt wel iets, maar het is beter voor de training en voor de dressuur. Oké. Okay. Even kijken, wat hebben we nog meer? Nou, Hele grote. Hele grote. Hele grote heb ik gezien. Ja. Ik gebruik ze ook. Ja. Maar jij mag uitleggen waarvoor. Nou, als je denkt, nou ik ga met mijn paard of met mijn pony naar het strand, of ik ga ergens naar wedstrijd, dan kun je deze gebruiken. Nou, wat is dit? Dit is een transportbeschermer. Die beschermt dus het transport, of die beschermt dus het been, zeg tijdens maar, tijdens het transport. Hetzelfde verhaal, ook in de klittenband, die kan gewoon open en dicht. En dit is dan zeg maar voor het voorbeen, en je hebt ze ook nog iets langer, en die zijn dan voor het achterbeen. Dus, dan heb je toch bescherming tijdens het transport. Ik ga het nog eens laten zien. Beetje ouderwets, maar het wordt nog wel steeds gebruikt. Bandages. Bandages, ja. Die heb ik vroeger voor de polo gebruikt. Ja, dat kan inderdaad. Tegen bescherming van die... Bal. Bal. En ja, zo'n stick. Stick. Ja, dat klopt. Lekker ouderwets, maar worden nog steeds gebruikt. Dat zijn de bandages. De meest gekochte kleur is wit, omdat dat gewoon nog steeds traditioneel voor de kleur van de bandages is. Mag niet meer gebruikt worden tijdens de dressuurwedstrijd, maar... Het is wel nog leuk om even te laten zien dat dit nog steeds iets is wat kan lang. Diverse lengtes heeft iedereen. Voor de ponybenen zijn ze natuurlijk iets korter. Ja, dat is wel handiger. En je hebt ze dus ook voor transport, worden ze ook gebruikt. En dan heb je de 4 meters, dan heb je de 4 in een pakje zitten. En dan ben je wel even bezig. Dan ben je wel even bezig, inderdaad. En, dan is dit toch wel even sneller en makkelijker. Dat is handiger. En als je nou zo'n 4 meter gebruikt, zeg maar, hier, zo is 4. Die is een hele grote. Ja. Dan kun je ook altijd nog van die lappen konden doen. En dan ben je wel even bezig, denk ja, ik zo. Ja, ben je echt bezig, maar heb je wel goed ingepakt. Ja, heb je hem echt ingepakt, ja. Dan ben je wel helemaal zoals nu. Maar goed, is dat dan nog beter dan dit? Of maakt het eigenlijk niet zoveel uit? Nou, eigenlijk wel. Het beschermt toch nog meer. Ja, okay. Klopt. Dus het is inderdaad zo. Vaak dus transport is de waard. Naar het buitenland of in het vliegtuig. Dure paarden. Dure paarden worden vaak wel zo beschermd. Oké. Okay. Wat we ook nog hebben zijn springschoenen. Die gebruik ik heel veel. Juist. Die sloopt ze ook echt. Springschoenen zijn hele aparte dingetjes. Als je ziet hoe dat eruit ziet,
Ja, zo, nou ja, dit gaat om de hoef, dat weet ik. Om de hoef, ja, zo. Hier zo. De hoef. Ja, hier om de hoef. Huppatee, twee klittenbandjes. Ja. Klittenband gebruiken, die zetjes aan de voorkant. Oké, ja. Heel goed. Heb je ook diverse kleuren? En je hebt ook diverse materiaal hiervan, klopt. Dat weet ik ook. Want ja. Sommige gaan te snel kapot, dus toen heb je me andere gegeven. Nou kijk, we hebben hier dus met neopreen, dat is gewoon lekker zacht. Ja. Dat is gewoon eigenlijk een beetje ook voor de fun. Het ziet er ook gewoon leuk uit, zo'n rood kleurtje. Je hebt ze natuurlijk ook, die zijn iets zachter met bont, dus het is lamsvel aan de bovenkant. Nou, die lamsvel dat zit natuurlijk aan de bovenkant om dus die rand nog wat meer te beschermen. Ja. En is op iets steviger materiaal gemaakt. We hadden een vraag op YouTube over die rand, dus die kunnen we nu gelijk beantwoorden dan. Eén moment, ik ga hem even opzoeken. Even kijken hoor. Esther Meijer die vroeg, hoi, even kijken hoor. Ik heb een vraag over bescherming. Ik ga binnenkort op een hele lange buitenrit en mijn pony heeft vroeger een blessure gehad aan haar hoef. Nou, er staat hoefbandjes, maar ik denk hoefrandjes. Want een hoefbandje weten we niet wat het is, hè? Nee. Dus we denken hoefrandje. Ja. Wil graag weten hoe ik de hoefrandjes het beste kan beschermen. Nou, Esther, Peter gaat je vertellen. Nou, ik denk, Esther, dat je het beste dus deze springschoenen kan gebruiken. En dan met name met dat bont aan de bovenkant. Want die beschermen nog extra en is extra zacht. Dus dan houdt dat gewoon. Dan irriteert het ook niet zo. Irriteert het ook minder. Klopt. Zeker als je ze dus buitenrit gaat maken, blijft dit natuurlijk gewoon lekker zacht onder het been zitten. Maar dit wordt ook nat. Ja, maar omdat het echt wol is, ja? Droogt het ook weer snel en is het goed gebruikt. Dit zweet niet. Oh, dat is fijn. Ja, dat neemt vocht. En dit is ook wel goed stevig? Ja, goed stevig materiaal. Deze zijn trouwens van de Mier. Klinkt spannend. Ja, klinkt spannend. Ja. Maar we hebben het over hele sterke en hele stevige springschoenen. Ja. Het ziet eruit alsof het gewapend beton is, nou, of zo. Daar lijkt het wel op. Deze worden dus gebruikt bijvoorbeeld in de cross endurance. Dus deze moet ik hebben? Ja, dit is stevig materiaal. Dit is Kevlar. Kevlar is goed. Dat gebruik je ook bij het bij stekelerende voorwerpen. Ja, je protectors. Ja, protectors. Ja, klopt. Deze zijn dus ook van Le Mieux en deze worden inderdaad heel veel gebruikt in de cross. Dus als je paard goed beschermd moet worden en het mag en moet niet snel kapot gaan, dan is dit goed bruikbaar. Heel goed. En van datzelfde merk hebben we ook nog, ja daarom, dit is van voor. Dus ja, het is een achterbeen, maar hij is van voor. Het is van voor. Dat is een goede. Ja, dat voelt inderdaad wel stevig. Dit is ook een hele sterke beschermer. En het fijne ook Kevlar? Nou, dit is niet Kevlar, maar hier zit wel weer carbon in. Oké, ja. Van de auto's? Ook weer van de auto's. Kijk, en dat zit dus bij de voorbeen aan de voorkant. Ja. Want dan tegen de stoten, hindernissen bij de cross of inderdaad bij de military heet het natuurlijk. Ja. En aan de achterkant ook gewoon stevig materiaal met een klittenband. Dus aan de voorbenen aan de voorkant en voor de achterbenen aan de achterkant. Oké. Okay. Dus dan zijn het geen peesbeschermers meer. Dus echt dit zijn echt beenbeschermers. Ja, deze worden dus gebruikt bij de cross. Oké. Okay. Vandaag kwamen een paar mensen kijken. Heel leuk. Jouw naam is? Robin. En jij hebt een pony in? Schaafzal. En hoe heet je pony? Baby. Naast nou, Baby? Ja. Dat is een leuke naam. Ja. Leuk dat je er was gekomen. En jij? Ik heb Naomi. Heb je ook een pony? Ja, Tommy. En zij heeft Tommy. Natuurlijk is Tess daar, Kim is daar en Fabienne is er ook bij. We hebben een leuke video opgenomen nu over beenbescherming. Heb jij nog vragen over beenbescherming, kan je ze hieronder stellen in de reacties. En Peter zal vast eventjes nog de video langslopen om te kijken of hij ze kan beantwoorden. Ja, zeker. En wat gaan we de volgende keer iets doen? Waar kunnen we tussen kiezen? Wat gaan we de volgende keer doen? Hoofdstellen. Hoofdstellen, hebben jullie nog ideeën, ja, vragen? Wat leuk is, denk ik. Nou. We hebben het over hoofdstellen, over teugels, over dat soort dingen allemaal. Ja? Dat heet harnassement, heel duur woord, maar dat weet het wel. Dus alles over het leerwerk, zeg maar, aan het paard. Dat is toch ook een zadel? Nou buiten het zadel onder. Oké, okay, nou, dus harnassement wordt wel het zadel ook wel bij. En een halsje dan? Mag ook. Mag ook. Ja. Dus eigenlijk alles wat aan het paard hangt. Ja, wat aan het paard hangt, daar wil ik wel wat over vertellen. Goed zo. Dus net zoals de slingers. Ja, slingers aan de boom. Ja, precies. Dus volgende keer gaan we het hebben over het harnassement. Ja. Heb je daar vragen over, kan je ze hieronder ook in de comments kwijt. En dan zullen wij daar een aparte video van gaan maken. Ja. Dat wordt wel volgend jaar. Ja. Want inmiddels is het 29 december. Ja. Dus zeggen wij allemaal bedankt voor het kijken.
En een heel goed 2017. Tot de volgende keer. Dag. Gelukkig nieuwjaar. Doei.